De recruten van het Korps Politie Suriname worden morgen bevorderd. Het was de bedoeling dat de bevordering op 14 december zou plaatsvinden, maar dat ging niet door. Minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie zegt dat er vanmorgen nog een bespreking hierover is geweest. De besprekingen, ik heb daarnet weer een bespreking gehad met de korpschef en de Surinaamse Politiebond. We hebben een datum bepaald. We hadden eerst 14 december. We hebben het bijgesteld naar 17 december. En 17 december houden we aan. Amoksi benadrukt dat de politie de controle op de naleving van de aangepaste COVID-19 maatregelen zal opvoeren. Hiervoor zijn de controlemechanismen aangepast. Daarnet heb ik ook met de korpschef aangesproken om de maatregelen aan te scherpen. Onder andere, maar dat is dan voor de binnenstad, gaan we een autoloze zone instellen. Datum misschien 22 of 23 december, dat moet ik nog even goed afstemmen met de politieleden. En de controles, de COVID-19 maatregelen controles, worden aangescherpt. De surveillance wordt opgevoerd. Noem maar op, al die activiteiten die we moeten doen, die we moeten uitvoeren om, weet je, de lockdown vruchtbaar te laten verlopen, gaan we uitvoeren. Aldus minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie. Hij zegt dat de politieacademie groot genoeg is om mensen daar op te brengen die zich natuurlijk niet houden aan de COVID-19 maatregelen.